Nu, de minister van Justitie die had het vanmiddag in ons middagjournaal ook over de specificiteit van dat justitiepaleis in Brussel. We gaan eens kijken wat die vertelde. Het gerechtsgebouw van Brussel is natuurlijk een icoon voor België en voor de hoofdstad. Het is een monument en is een prachtige architectuur, maar het is niet te beveiligen. Er zijn talloze ingangen, allerlei... Maar bijvoorbeeld die metaaldetectoren, waarom zijn die niet standaard aangesloten? Wel, omdat er ook zoveel ingangen zijn. Er zijn dus niet op alle plaatsen waar men binnen kan. Men kan binnen langs de kelder, men kan langs zijn kant binnen enzovoort. Het is een van de waarom problemen. Waarom sluit men dan die deuren niet af? Wel, dat is dus de conclusie, want in januari heeft zich op een nieuwe feit... Ik was er net aangekomen en als de eerste ontsnapping in januari in het gerechtsgebouw zich voordeed, dan heb ik gezegd, ja maar goed, ik wil weten wat we daar nu fundamenteel mee doen. Er is een groep samengekomen, er is een studiebureau aangeduid en de conclusie is evident. Zij zeggen, u moet dit gerechtsgebouw helemaal anders organiseren. U moet een totaal afgezonderde afdeling maken waar dan die beveiligde zaken kunnen doorgaan. De strafzaken, laten we maar zeggen. Met dus de plek waar men toekomt met de gevangeniswagen, met de cellencomplex, met trappen, met zalen, met assisenzalen enzovoort. Dus een totaal afgezonderd deel. Maar dit vloekt een beetje met het hele concept van monumenten en landschap. 10 jaar geleden hè, bent u moeten opstappen na de ontsnapping van Dutroux. Nu zijn er 8 ontsnappingen in 10 dagen tijd. Het lijkt wel of u niet zo'n goede beurt maakt. Belachelijke opmerking van u in twee. Hè. Ik bedoel, ik doe mijn job. Ik doe wat ik moet. Ik heb 6 maanden tijd om hier nu te werken. Omdat nu een aantal mensen per toeval ontsnappen, maakt u zo'n belachelijke opmerking. Ik vind dat dus ongepast. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Ja, de minister was duidelijk niet blij met die laatste vraag of die suggestie, maar heeft zich voor die laatste uitspraak wel geëxcuseerd na het gesprek.